Ik zie mijn leerlingen als individuen, dus ik probeer voor ieder individueel zeg maar eigenlijk samen te puzzelen aan hetgene wat ze kunnen gebruiken om beter te worden. En dat is dan inderdaad voor iedereen verschillend. Hè. Het kan ook fysiek of het kan mentaal. Het kan in het begrijpen van een beweging zijn. Dat er ergens een aha-erlevenis is van, oh, zit het zo? Oh, dat wist ik niet. Maar nu weet ik het wel en dat vind ik wel fijn. Dus dat is eigenlijk wat mij drijft. Eigenlijk de individuen, iedereen helpen beter te worden. En als ik daar een rol in kan spelen, dan maakt mij dat wel blij. En op deze manier denk ik dat ik dat nog beter kan. En ik denk dat het heel nuttig is om met beginnende golvers dit al te gaan doen. Die opmerking heb ik vaak gehoord deze week van de deelnemers. Van, goh, als ik dit nou maar had geweten aan het begin van mijn golfcarrière, dan stond ik nu niet hier en niet zo te stuntelen. Dan had ik dit al veel eerder in mijn lijf gehad, in mijn beweging, in mijn golf ervaren. Eigenlijk is er geen ideale leerling. Want ze zijn allemaal uniek. En in hun zijn, ja, daar wil ik wel deel van uitmaken. Waar zij op zoek naar zijn, dat puzzelen we uit en dan gaan we daarmee aan de slag. En dat kan een lang traject zijn of een kort traject. Maar uiteindelijk vind ik wel dat iemand een bepaald commitment moet hebben. Kijk, als ik me geef, dan vind ik ook dat de leerling zich daar ook in moet geven.